In de vorige review van Tweede Zit heb ik besproken hoe retarded de personages zijn. Noor en Amy zijn nog altijd twee bitches. Lotte en Lucas is het meest vage koppel ooit. En over Nico en Sam moet ik geen woorden vuil maken. Lotte en Lucas leggen hun ruzie van de vorige dag bij en ze maken wat afspraken. Afspraak 1 is niet daten als je samen op stap bent. Afspraak 2 is no checking up on each other. Dat is echt de meest cringe shit die ik ooit gehoord heb. Afspraak 3 geen zuigplekken. Geen marginaal woord. Afspraak 4 is no friends allowed. Afspraak 5 is play it safe. Lucas vernukt die afspraak ook gewoon direct. Hij laat zich pijpen door een of andere vrouw. Hij zegt dat hij geen condoom heeft. En het maakt niet uit van die vrouw. Dikke chlamydia krijgen op het einde van de avond. Blijkbaar was het pijpen voor Lucas niet genoeg. Dus hij neemt een vrouw genaamd Valerie mee naar zijn kot. Om daar een keer dikke BDSM seks te hebben. Met choking en alles erop en eraan. Afspraak 6 was niet in ons bed. En regel 7 was douchen na de seks. Dit waren dus echt de meest vooruitstrevende regels ooit. We moeten dit gewoon in de grondwet schrijven, man. Ze raken gewoon de grondslag van ons rechtssysteem, man. Het is echt niet normaal. Lotte zit weer als de nutteloze student die ze is in de les. En ze zit naast Valerie, a.k.a. de vrouw die Lucas de dag ervoor geneukt heeft. Ineens stelt de prof een groepsopdracht voor. En Lotte vraagt aan Valerie of ze die opdracht niet samen zouden doen. Daarna krijgen we een scène van Lucas en Nico, of beter gezegd, Lucas versus Nico. Nico zegt dat Lucas een cliché van een hetero man is. Lucas zegt gast tegen Nico. Nico flipt omdat ze hem of haar een gast noemt. Ik vind het eigenlijk vrij hypocriet. Volgens mij hebben ze deze scène er gewoon zo geforceerd ingestoken om een boodschap over te brengen van LGBTQ+ matters. Terwijl wat ze hier doen gewoon een kei averechts effect heeft. Zoals ik al verteld heb in de vorige review, kreeg Noor een paar berichten van een aantal mannen. Ineens start Noor de sekschat. Ze ziet er echt uit als een struisvogel. Tijdens de sekschat smeekt de man dat Noor haar masker afzet. Zij wil dat niet. En vlak voordat gooit Noor de laptop dicht. En ik zou mij echt heel gescamd voelen, man. Ik zou gewoon een dikke refund vragen, man. Ik zou het sowieso niet doen. Maar alsnog, ik zou gewoon kwaad zijn. Noor, fucking scammer. Daarna voelt ze zich schuldig dat ze het gedaan heeft. Get wrecked, bitch. If you wanna earn money quick, be responsible. En hetgene wat ik ook gewoon zo extreem vind, is dat de videokwaliteit zo fucking slecht van haar laptop is. Dus waarom zou je daar überhaupt voor willen betalen? Terwijl Noor aan het whinen is tegen Amy, waarom dat zij zich zo schuldig voelt en al, raadt Amy de app Sugar Daddy aan, waar dat je oude mannen kunt inhuren om met je op date te gaan. Dat kan sowieso niet fout gaan ofzo. Het is eigenlijk gewoon een hookup site waar je de optie hebt om niet te neuken. Daarna gaan Lotte en Lucas nog een keer op date om een relatie toch maar te vieren, ook al is het zo hard fout gegaan de laatste tijd. En ineens komt Lucas een meisje tegen waar hij mee geneukt heeft. Daarna maakt Lotte het uit. Ze heeft het zelf gezocht, maar oké. Daarna zien we Sam ook vaak dingen uitspoken. Hij probeert een of andere rare vrouw met vampieren ogen te versieren. Haar naam is Mandy. Nee, niet Mandy van Gio. What the fuck? Maar een andere Mandy die wel into heavy BDSM is, denk ik. Daarna krijgen we weer een scène van Lotte die voor de 3000ste keer de les skipt. Hoe de fuck kun je slagen door nooit naar de les te komen? Like, what the fuck? Uiteindelijk betrapt Lotte, Lucas en Valerie die neuken in hun bed. Uiteindelijk gaat ze een of andere vage dealer genaamd Frey gaan opzoeken. Het is ook gewoon typisch Antwerpen. Ineens heeft Noor een soort van hookup met een guy genaamd Roel. Zo'n fantastische naam. En om eerlijk te zijn, Roel is een van de normaalste personen van deze serie. De andere personages zijn gewoon veel verschrikkelijker dan Roel. En het grappige is dat de serie probeert om Roel als een soort van antagonist in te zetten, maar het faalt gewoon omdat Noor zodanig arrogant is, waardoor hij ook gewoon geen compassie kan hebben met haar. Amy is ook een soort van aandeelhouder en ze overtuigt om Lotte ook mee te laten doen met Sugar Daddy. En de volgende keer gaan we bespreken hoe dat fout loopt.